we zijn er hoor. Cortesse. Begin van de geul, waar dus de geul Nederland binnenkomt. We hebben prachtig weer. Het Limburgse landschap. Kijk eens hier hoe mooi. En hier zijn wij. Gaan we beginnen. Als je ziet, hij stroomt redelijk. Hij stroomt niet zo hard als toen wij hier de eerste keer waren. Maar dat is zeker stroomsnelling. Wij gaan die kant op. Of we het halen, ik heb geen idee. Nou, dit komen we dus ook tegen. Dan heb je hier dus een boomstam. Die over het hele water in ligt. Dan moet je er overheen kruipen. Want het is hier een beetje diep, hè jong. Godverdomme, het is hier echt diep. Dus, maar we hebben al een kilometer gedaan. Maar hoe mooi is het hier. Wel een miljoen muggen tegengekomen. Zo erg, hè? En dit is dan de snelst stromende rivier van Nederland. Ik weet niet of je hem ziet stromen, maar... Het is niet echt dat je zegt, goh... Zie je wild water, we maken hier kilometers, dat niet. Maar ja, het is wel weer mooi, even weg. Even geen motoren, even geen herrie, even geen gezeur, even geen gezeik. Heerlijk. Nou, hier komt dus de molen. Ik ben heel benieuwd. Hoe of wat? Heel benieuwd. Nee, dat is heel lang. Nou, dit is de geul nog steeds. We hebben de eerste molen hebben gehad. Bovenmolen heet dat geloof ik. Ondermolen, geen idee. Even opzoeken. De rooien is hier aan het peddelen. Zoals altijd, zegt hij dan. Ja, het is hier echt mooi. Ik ben nu op doodgaan van de malaria. Ik weet niet of jullie kunnen zien, maar het is echt belachelijk hier met die muggen. Het is echt niet te doen. Miljoenen muggen hebben we al gezien. Is er gewoon een bever te slapen? Een bever te slapen. Slapende bever. En veel bruggetjes zijn wel tegengekomen, maar we zijn ook al heel vaak het water uitgemoeten. Dus ja, het is tot nu toe te doen, maar... Hou wel rekening mee dat je natte voeten gaat krijgen. Dat is niet anders. Zo, dan ga ik weer van de gang. De gulp er voorbij. En nou hier die knik. En we gaan nou eerst even koken. Even wat eten. Eieren bakken. En even wat vlees. En dan komt het gewoon. Nou, Erwin heeft zo zijn vriendinnen gevonden. Kom daar. Ik heb hem met. Ja. Oeh, pik, serieus. Serieus, hè? Ja, dadelijk lopen ze zo het water in. Dan heb je geen andere hand. Hoef je een bank te zien, dat pakjes. Hoi. Ja. Kijk, als hij naar onder komt, kan van niet allemaal. Het is niet weer. Goed, toen we deze bocht omkwamen, hadden we hier natuurlijk een gigantische opstopping. Komt echt niet langs, dus we hebben hem hier uitgesleept. En die erop. En dan moeten we hier dadelijk weer naar onder. En dan weer zo verder. Dus het is zeker geen relaxed boottochtje. Dat kan ik je wel zeggen. Maar ik wil toch kunnen zeggen dat ik de geul hier helemaal bevaren heb. Door heel Nederland. Dus dat is het plan. Gaan we doen. Komt goed. Adios. Als je niks meer van me hoort, bel 112. Ja, dat gebeurt ook als je probeert uit te stappen. Ik ben zeiknat. We moesten er hier even uit. En ik wil opstaan en hop, zo achteruit het water in. Ik zei, laten zien waarom we eruit moesten. Kijk, hier gaan we dus niet met de kano vanaf. Maar die is gewoon te hoog, te groot. We moeten hier dadelijk even erin klimmen. Maar fucking hel, man. Ja, we zijn ondertussen aangekomen bij in Weilde, bij de Brand Bierbrouwerij. En zoals je hier ziet, staat hier helemaal vol met bier. Eigenlijk niet alles aan omkeren. Kijk eens hier, al die krappen met bier. Allemaal brandbier. En we moeten hier dadelijk zo
zorgen dat we de oude maat, de oude geul volgen en niet direct doorgaan, anders komen we bij een molen terecht. Dat is niet zo'n goed plan. Maar dit is in ieder geval de Brabantse bierbrouwerij. Die werkt op volwacht. Dus, hier. Dit soort dingen komen we heel veel tegen. Dit is dus de brandbierbrouwerij. Hier heb je het water wat ze een kanaaltje hebben gemaakt om te gebruiken voor het rad wat er achter aan het draaien is. Ja, we zullen kijken of we op een of andere manier toch langs kunnen. En anders, dit is de oude jeker hoe die normaal loopt. Of jeker, hoe moeten wij het? De geul, ja. En dan moeten we daar naar onder toe. En dan verder. Hier naar beneden toe, dat is gewoon zo gaan. We gaan het zien. We gaan even kijken wat hij zegt en hopen dat we rechtdoor kunnen. Maar ik ben er maar. Mensen, nou, we hebben het. Het is echt pijnlijk duidelijk geworden dat we Maastricht net van nooit niet gaan halen. Daar gaan we niet beginnen. Het is nu bijna 12 uur in die boot. Dus wij hopen dadelijk op Valkenburg uit te komen. We zijn nu schin op gul. En ondanks dat wij onze boot heel erg versterkt hebben. We hebben net al gezien dat de vijverfolie die we eronderin geplakt hebben al helemaal aan stukken gescheurd is. Oh, dat doet ook niet goed. Dus ik vind het een godswonder als deze boot van de Action überhaupt kan halen. Maar het is wel weer een prachtig mooi avontuur. Absoluut. Ik zal niet zorgen dat we het halen. Dat is het enige. Oké, gaan we stoppen. Schin op gul. Ik woon hier dus. Wauw. Ja, oei oei. Zoals jullie kunnen zien, hebben we hier eigenlijk een spannend stukje naar onder. Dat is gewoon pad gewoon naar onderen toe. Maar hier moet ik er eigenlijk naartoe. Dus we gaan het gewoon proberen. We zien daar de Valkenburg binnen. Valkenburg aan de Geul. Dus wij zitten in de Geul en dit is Valkenburg. We hebben er 12 uur over gedaan. Van Cortesse naar Valkenburg. De afstand die valt reuze mee, maar omgevallen bomen, beverdammen, grindbanken, weet ik het allemaal. We zijn zeker minimaal 100 keer uit die boot moeten stappen en dan weer er terug in en eruit en erin en eruit en erin. En dan over bomen heen klimmen, eronder door, over land heen omdat we er niet langs konden. Maar goed, ik heb een hele gul bevaren, weliswaar in 3 etappes, maar ik heb het helemaal gedaan. En, dat doe ik nooit meer. Nooit meer. Kom me slaan als ik weer zo'n idee heb, alsjeblieft.